Er zijn ongetwijfeld, neem ik even aan, heel veel hardwerkende mensen die uitzien naar de tijd dat ze kunnen stoppen met het werken voor een baas. En dat ze misschien tijd hebben om eens leuke dingen te doen. Maar er zijn ook mensen die hebben geen haast om te stoppen met werken. Sterker nog, die kennen het hele woord pensioen volgens mij niet eens. Mensen die bijvoorbeeld op hun 83ste gewoon nog een nieuw stripalbum uitbrengen. Ik heb het dan natuurlijk even over Roger Leloup. Want die brengt dus op zijn 83ste gewoon nog een nieuw album uit van zijn stripdochter Yoko Tsuno. En dat doet hij al bijna 47 jaar. Sinds 1970 maakt hij deze strips. Het 28ste album is getiteld De Tempel der Onsterfelijken. En dit is het slotstuk van een trilogie wat in een aantal eerdere albums is verschenen. Ik ken Yoko Tsuno al heel lang, maar ik heb het nooit echt gelezen. En vandaar dat ik zoiets had van, ik zat een beetje te twijfelen, maar ik denk, ja, het feit van, de man is 83 en maakt gewoon dit album nog helemaal zelf, even buiten de inkleuring daar gelaten, maar het tekenwerk en het scenario is allemaal van hem. Toen had ik zoiets van, daar ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar. Ja, en ik wil jullie natuurlijk dit album niet onthouden. Maar juist vanwege het feit dat ik niet zo bekend ben met de hele voorgeschiedenis, met de hele wereld van Yoko Tsuno, kan ik eigenlijk over dit verhaal niet zoveel vertellen. Dus ik heb besloten om dit album te lezen, voornamelijk even te gaan kijken naar de tekeningen van Roger Leloup en verder mij als een soort blanco toeschouwer mee laten voeren door Yoko Tsuno, door dit verhaal heen. En wat mij opviel is, ik denk science fiction, denk je meestal toch aan de ruimte. Maar dat is dus absoluut niet het geval. Want de science fiction kan ook gewoon op aarde zijn of onder de aarde. En dat is eigenlijk wat ze hier doen. Ze gaan eigenlijk onder de grond en ze gaan steeds dieper onder de grond. En daar heeft Roger Leloup een hele wereld gecreëerd. En dat vind ik wel heel erg knap. En ja, als ik dan naar de tekeningen kijk, hoe hij die prachtige wereld vorm heeft gegeven, nou, dan ben ik toch best wel onder de indruk, hoor. Het begon eigenlijk al wel meteen bij de eerste pagina, want meteen deze tekening, die vond ik al heel erg gaaf. Toen had ik al zoiets van, wauw, dat is erg mooi. En ja, dan nog eentje. Toen had ik al zoiets van, wauw, die man die kan waanzinnig mooi tekenen. En denk ik van, jemig man, je bent 83 jaar en je weet toch nog zo prachtige mooie tekeningen te maken. Dat vind ik toch wel heel erg knap. En dat laat wel zien dat het een hele gezonde werking op hem heeft om deze strip te maken. Want hij geeft in een interview aan, en dat is dan een interview van een aantal jaren geleden, dat hij gewoon 70 uur per week bezig is met het maken van deze strip. Hij doet het allemaal zelf. En dan denk ik van, nou, dat houdt je dus jong blijkbaar. En hij weet ook hele kleurrijke personages naar voren te brengen. Ja, ook dat is gewoon wat dat betreft wel genieten. Wat dat betreft zeg ik dan, ondanks dat ik dan misschien het verhaal niet helemaal kon volgen, betovert hij mij toch wel met die hele bijzondere wereld die hij daar brengt. En ja, dat maakt het dan toch wel leuk om zo'n album te lezen. Ik denk niet dat ik hierdoor nou in één keer een fan ga worden van Yoko Tsuno en alle albums ga verzamelen, maar ik vond het zeker wel leuk om dit album te lezen. Eén ding wat mij hielp om toch wat meer begrip te hebben voor het hele verhaal is een fansite die ik tegenkwam, yokotsuno.be. En daar staat heel veel informatie op over de albums, maar ook over Roger Leloup zelf. De maakster van die fansite die is op bezoek geweest bij Roger Leloup, heeft een interview met hem gedaan. En dat vond ik heel interessant. En daardoor heb ik toch wel heel veel respect gekregen voor de man die deze prachtige strip maakt. Je vindt Yoko Tsuno, De Tempel der Onsterfelijken, natuurlijk bij de stripwinkel. Dus als je fan bent, dan heb je misschien al. Ben je toch nieuwsgierig? Ja, dan zou je misschien beter met een ander album kunnen beginnen dan deze. Nou, misschien kunnen de Yoko Tsuno fans en kenners in de comments misschien wat suggesties geven van wat is een goed album om te starten als je niet bekend bent met Yoko Tsuno. Dat lijkt me wel een hele goeie. Nou, bedankt voor het kijken. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier met dit album of een ander album van Yoko Tsuno. En ik hoop jullie zeker de volgende video weer terug te zien.